There is no arriving, hè. In topsport komt er nooit aan. Er is altijd iets volgend en altijd een nieuwe stap of een nieuwe uitdaging, behalve als je op pensioen gaat. Dat zijn geen prestaties op zich, dat zijn belevingen en dat zijn verhalen. En ik heb van elk kampioenschap een hele context, een hele maanden van voorbereiding, weken van voorbereiding, herinneringen, of dat een goed seizoen was, geen goed seizoen was. Voor de eerste keer in meer dan 20 jaar was dat voor mij een eeuwige off-season eigenlijk. Hè. Ik zit nog altijd een beetje in off-season mode ook. Dus dat was wel raar om inderdaad te zien van oké, raar en tegelijk mooi ook wel om te zien van alles gaat door. Alleen niet meer met mezelf als onderdeel van die wereld en van het proces. Het was een moeilijke en zware periode voor mij tussen het missen van Tokio en dan het effectief communiceren van dit was het dan. Ook al was het uiteindelijk op voorhand aangekondigd, maar voor mezelf was dat niet eenvoudig om tot het echte punt te komen van ja, effectief, dat was het dan. Hè? Om weg te stappen van iets dat je graag doet, iets dat je leven is geweest. Zo lang, het was heel moeilijk, maar dan eigenlijk het afscheid op de Memorial was bij mij ook echt vanaf dat ik daar eigenlijk wegwandelde, had ik ook echt het gevoel van dat was het dan. En ik heb eigenlijk op geen enkel moment daarna nog het gevoel gehad van goh, moeilijk of raar. Of ik ben ook wel iemand van de knop gaat om en dan zit ik in een volgend proces. En ik ben mij helemaal gaan toeleven op een nieuwe carrière als sportpsychologe, een beetje in de media en dergelijke. Dus ik heb mij gewoon helemaal beginnen verder ontwikkelen in meer dan alleen de hordeloopster. En dat was eigenlijk ook wel heel fijn. Dus, Turijn, altijd Turijn, hè. 2009. Wat uiteraard logisch is. Aan de andere kant, ja, je wordt dan zo wat herleid tot één moment of tot twee momenten in je carrière. Terwijl ik ook de jaren daarna, vierde plaats in Göteborg, vijfde plaats WK indoor, heel veel finales gelopen. Dus het is niet dat ik zo even goud gewonnen heb en dan, ik heb echt vijf, zes jaar eigenlijk op datzelfde niveau gelopen. Hè. Ik heb 7,95, 8,00, 7,98, dus dat is allemaal in de lijn van die 7,92 van Turijn. Alleen ja, die gouden medaille, ook voor mij uiteraard. Hè. Het is gewoon het beste moment in mijn carrière, het is mijn hoogtepunt, het is mijn beste prestatie. Maar ik heb even goed genoten van de seizoenen waar ik week op week dat soort tijden liep dan het seizoen van Turijn. Dus, dat is echt lang geleden. Hè. Maar wat ik me wel herinner van die tijd is dat was zo'n kampioenschap. Het seizoen was zo wat in stijgende lijn gegaan, maar niet alleen zo altijd wat beter en beter en beter. Maar ik kwam daar wel met een soort rust van, er kan mij niemand iets doen. En dat klinkt dan zo amai, maar het is alsof dat op voorhand, je spreekt dat niet uit. Hè. Ik heb dat nooit, ik trainde toen bij Wim van de Ven, zie dat wij naar daar gingen en tegen elkaar zeiden van gaat voor een gouden medaille. We hebben dat nooit uitgesproken, ik heb daar nooit iets over gezegd. Dat was ook niet heel bewust van, ik kom hier om te winnen, maar ik had wel het gevoel van, ik denk dat ik dat wel kan en zo. Ik liep met zoveel vertrouwen en zoveel controle ook over mijn niveau. Ik wist ook van, dat eigenlijk vanzelf gegaan en zo ging dat ook. Want ik weet, de reeks won ik dan geloof ik. De finale was ik wel tweede. Dus dan denk je, maar ik weet wel dat ik zo liep van, ja, weet je, het is half finale, ik moet gewoon naar de finale. En ik heb eigenlijk nooit meer met zo'n ontspanning en controle gelopen als toen, denk ik, qua gevoel. Hè. En in die finale ook, want op zich, ja, ze komen, als je dan de beelden puur ziet, zie je die wel zo wat. Ik heb natuurlijk een bom van een start. Hè. In die periode was ik gewoon, denk ik, een van de snelste starters in de wereld. Had dat toen een WK geweest, was ik ook gewoon de eerste op de eerste orde geweest. Maar, dan komen die wel wat terug, maar het is niet dat ik in die reeks ooit gevoeld heb van dat, ja, ik liep gewoon van de eerste pas tot de laatste pas voor goud en dat was, ik deed dat ook en dat was echt een soort, ik zeg het, een soort vertrouwen, controle voor wat ik deed, een ultieme balans tussen spanning en ontspanning, hè. Zo dat toelaten van gewoon let it go, hè. Laat het maar gebeuren.
En de jaren daarna, dat is wel iets waar ik dan wel spijt van heb of jammer vind, is dat ik wel daarna veel meer kampioenschappen gelopen heb met toch een soort druk van ik ga dat terug doen of ik wil dat terug doen. Er is ook een periode geweest, jammer genoeg, die voor mij ook wel impact heeft gehad op mijn carrière. Dat ik eigenlijk in 2011, dus 2 jaar na dit EK Goud, mijn contract verloren was al. Omdat ik toen niet goed genoeg meer was. En dat heeft wel een soort externe druk op mij gezet. Van ik moet zo een beetje beginnen lopen. Van ik wil aan iedereen laten zien hoe goed dat ik ben. Terwijl toen in Turijn was dat helemaal niet. Ik wou daar helemaal niks tonen of niks bewijzen. Ik wist gewoon van ik ben hier een van de, of bleek achteraf de beste hardloopster in Europa. En ik ga dit spel spelen. En ik ga gewoon doen wat ik voor getraind ben. En ik ga gewoon op mijn beste niveau halen. En de jaren daarna heb ik veel te veel, dat is ook mijn eigen aandeel hoor, maar ook door extern veel te veel gelopen, maar ik wil het laten zien. Ik ga hier een keer laten zien wie dat ik ben en ik ga teruglopen. En ook weten van, ik kan dat nu, ik kan medailles winnen. En ergens geeft dat een andere energie. Dat ik daarna soms te bewust was van het feit van, ik kan hier misschien een medaille winnen. En op het moment dat je dat hebt, dan is dat veel moeilijker om dat effectief ook te doen, want dan begin je daarover na te denken. Terwijl in Turijn was ik over niks aan het nadenken, ik was daar gewoon. Ik had een opwarming die ik altijd hetzelfde deed. Ik deed bijna niks van opwarming ook toen. Dat was ook zoiets voor de finale. Dat wel genoeg zei over mijn vertrouwen op dat moment. Dus we moesten toen met een bus denk ik naar het stadion. En er waren zo bussen ja, om 12:30 of zo. En ik had er eigenlijk voor gekozen om zo laat mogelijk. Nee, het was voor de reeksen, want het was allemaal op één dag. Dus ochtends had ik ervoor gekozen om zo laat mogelijk naar het stadion te gaan. Om eigenlijk energie, om langer te slapen en mijn eigen niet op te jagen. Dus ja, ik kom aan het ontbijt op het moment dat iedereen al naar de bus gaat. Ik neem de bus op het moment dat iedereen al aan het opwarmen is. Dus ik kom daaraan, ik denk maar 40 minuten, 45 minuten voordat ik in de callroom moest. Maar dat was voor mij toen genoeg. Hè. Ik liep wel los, deed mijn spikes aan, liep een paar keer over horden, deed een startje. En ik was er klaar voor. En zo dat vertrouwen en met die zelfzekerheid heb ik daarna eigenlijk te weinig nog gehad, denk ik. Terwijl mijn voorbereiding soms beter was, mijn vorm soms beter was, maar zo die onbevangenheid is heel moeilijk om dat te houden als je plots ja, verwachtingen hebt en druk en contracten en van alles en nog wat. Terwijl het dat essentieel is. Dus daarom ben ik nu ook sportpsycholoog en ben ik daar heel veel mee bezig. Omdat die onbevangenheid eigenlijk nodig is om op dat niveau te kunnen presteren. Ja, ik wist niet wat ik moest doen op dat podium. Dus je ziet mij eigenlijk al voor het volkslied, doe ik zo teken naar die andere. Ik ben eigenlijk iemand, dat is ook wel, ik sta eigenlijk niet graag in de belangstelling. In het dagelijks leven, dus op de piste, als ik liep, dan wel. Hè. Ik denk dat je dat wel. Dus, maar alles daar rond, op dat podium staan, was voor mij zo wat van, kom maar bij mij staan, hè. Maar dat volkslied moest nog komen. Dus ik deed zo teken en ik weet Durvel, de eerste, deed zo van, no, not yet. En dan kwam dat volkslied, dus dat was eigenlijk wel, dat was heel mooi, maar tegelijk voor mij onwennig ook om daar te staan. Alles op de piste vond ik heel fijn, maar goed, dan besefte wel van, je staat daar wel met je gouden medaille. En, na mijn finale was de finale van de mannen en dat was met Damian Broodaerts en ook Gregory Sedok, de Nederlander. Dus ik was mijn ereronde aan het doen en ik zag beide zo wat van, ja, wij kennen elkaar heel goed, maar je moet ook lopen. Hè. Zo van, ja, zo proficiat. En ik weet dat Damien zo wat twijfelde, maar dan toch ook hij, denk ik, die zo wel even naar mij toe kwam, of high five, of weet ik veel. Maar ook Sedok, die echt wel mijn knuffel gaf en die dan ook, als ik me niet vergis, ook won. Hè. Dus dat was voor ons ook nadien zo, ja, een heel uniek moment om ook op de piste al zo mensen er rond u te hebben die eigenlijk nog moeten lopen, maar die ook het al mee beleven. Dus, ja, dat was eigenlijk een heel toffe ervaring. Zeker goud winnen, dat volkslied, die podium, dat is wel echt zo uw moment. Hè? Dat is zo'n paar, ja, hoe lang duurt dat? Een minuut of zo, dat je echt voelt van dat alles even terugkomt. En dat je echt zo dan pas helemaal goed beseft van oké, alles wat ik gedaan heb, al die trainingen. Mijn voorbereiding toen was ook echt wel vrij extreem geweest, want ik was ik was die winter bij Wim van de Ven gaan trainen en Wim woonde en werkte in Tessenderlo, dus ik studeerde en leefde in Gent.
Dus ja, die eerste maanden, we trainen ook heel veel in Herentals en ik zat daar eigenlijk gewoon op zo'n kamertje. Er zijn zo'n kamers zoals hier, maar niet voor topsporters, maar voor scholen. En ik leefde eigenlijk op zo'n kamertje voor een maand of twee, drie denk ik, in de winter of langer zelfs. Waar ik dan drie, vier dagen per week zat en ik ging gewoon van de piste naar die kamer, van de piste en terug op en af en tussendoor studeren. En, als ik dan, en af en toe reed ik dan naar Gent om mijn studies te doen. En dan daarna ben ik wel in Tessenderlo gaan wonen, was ik daar dan drie, vier dagen per week. Maar dat was voor mij echt een soort monnikenleven, eten, trainen, slapen, eten, trainen, slapen. Wat ik ook nadien besefte van ik kan dat niet blijven doen, ik kan op die manier niet nog vijf jaar topsport doen. Omdat ik heel eenzaam werd en heel alleen was, maar die voorbereiding was natuurlijk wel, ja, heeft mij wel een gouden medaille opgeleverd. Dat had op een andere manier ook gekund, denk ik, maar dat was natuurlijk wel een hele speciale, aparte weg geweest naar die overwinning. Dus dan besefte wel echt van, oké, ja, je hebt dat toch allemaal maar gedaan, hè? Je hebt het toch allemaal op die manier maar ervoor gedaan en uiteindelijk met het mooiste moment in mijn carrière. Dus ja, dat was wel een mooi moment, ja. Ik was iemand die altijd vooruit keek, vooruit. En nu neem de tijd om zo een keer na te denken van wat zijn nu mijn belangrijke momenten geweest. En voor mij zijn daar eigenlijk twee echt kantelpunten geweest. Natuurlijk één, het beginnen met atletiek. En dat was ik een jaar of 10. Via scholenveld lopen, uitgenodigd geweest voor een atletiekclub, Standaard Gent toen, uiteindelijk Staks geworden. Dat bleek gewoon achter de hoek te zijn, letterlijk. Dat was 200-300 meter van mijn huis. En daar atletiek gaan doen, die hadden een soort testdag waar je een keer alles kon proberen. Hockeybal werpen en verspringen en lopen. En ik vond dat fantastisch. Ik was toen al heel sportief, ik heb heel veel sporten gedaan, maar daar ben ik echt in de atletiek gerold. Met heel mijn gezin trouwens, ook mijn zus, mijn ouders zijn toen ook beginnen atletiek doen. Dus dat werd zo'n een gezinsbelevenis en iedereen was gebeten door de atletiekmicroben. En dan een tweede superbelangrijk moment was 2003, waar ik toen ik 17 jaar was denk ik, voor het eerst naar een WK mocht, het WK voor scholieren in Sherbrooke in Canada. Nog nooit gevlogen en dan ik heb sindsdien nooit meer op zo'n gigantisch vliegtuig gezeten. Ik zat daar op een enorm groot vliegtuig, alleen ook, zonder coach, met een begeleider die ik niet kende, Christophe Dullekluze, met maar één andere atleet, Jeremy Solo toen, een tienkamper, Waalse tienkamper. En dat was echt zo'n soort openbaring, een ontdekking van een leven, wat voor mij echt... Daar heb ik echt gevoeld van, wauw, ik wil dat meer doen, ik wil deze wereld ontdekken. Er waren ook grote wereldsterren, Michael Johnson was daar, Jackie Joyner Kersee was daar. Ik heb die kaartjes nog altijd, mijn handtekening op van hen. Sally Pearson won toen, die toch wel legendarische hordeloopster geworden is. Dus er is daar heel veel geplant geweest, zaadjes die allemaal voor mij, ja, eigenlijk de aanzet geweest zijn voor alles wat daarna gevolgd is. Dus ik ben nog steeds heel blij dat ik die kans toen gekregen heb. Die gedrevenheid heeft er altijd in gezeten. Als kleuter had ik dat eigenlijk al zo. Als ik iets wou, dan ging je daarvoor. Maar zo, die belevenis daar, het totaalconcept van de grootsheid, van het publiek, dat was ook een heel leuk kampioenschap. Het reizen, het ver weg van huis zijn, nieuwe mensen leren kennen, voor mij was dat echt... En het presteren uiteraard. Ik liep toen zelf de finale al. Ik heb toen de derde tijd in de wereld gelopen op dat kampioenschap. Dus ik heb daar ook wel gevoeld van, ik kan hier ook wel... Ik kan misschien de beste zijn. En ik weet, toen was dat echt voor mij, ik wou wereldkampioen worden. Ik wou Olympisch kampioen worden. Dat was voor mij, dat wou ik. En van dan af ben ik daarvoor beginnen trainen. Achteraf heb ik dat een klein beetje moeten bijstellen, dat Olympisch kampioen worden. Maar ja, die droom is toen wel gestart. Ja. De Olympische Spelen voor mij waren wel wat teleurstellend. In die zin van, de beleving was fantastisch. Dus ook inderdaad, de Olympische Spelen van Londen zijn voor mij qua beleving een van de beste momenten in mijn topsportcarrière. Maar de aanloop naar de Olympische Spelen was ook wel zo... Het was ook geen supergoed seizoen. Het was wel moeilijk, een beetje ups en downs in het seizoen qua aanloop. En ja, ik kom toen, eigenlijk was ik best wel oké qua vorm op de Olympische Spelen, dus ik had wel goed gepikt. Maar wat veel mensen niet weten, is dat ik, of niet meer herinneren, is dat ik voor de reeksen het laatste oefenstartje in het stadion al, dus in het Olympisch Stadion, volledig in de eerste horde vlieg en val op mijn schouder.
Die was niet uit de kom, maar alle ligamenten en alle spieren waren eigenlijk verrokken. Hè. Waren niet gescheurd, maar waren allemaal zo verwrongen. Dus ik stond daar ja, met een schouder en een arm die eigenlijk niet meer functioneerde. Ik verging ook van de pijn en op dat moment hoorde die speaker zeggen, klaarmaken. Hè. Dus je moet de kleren uitdoen. Ik kreeg met moeite mijn t-shirt nog uit en dan moet je zo lopen. Dus ik heb daar met verschrikkelijk veel pijn gelopen. Ik ben toch nog in de halve finale geraakt. Na die wedstrijd viel ik bijna flauw van de pijn, direct de dokter gaan, MRI laten nemen in het Olympisch dorp. Dat bleek dan allemaal, hè, er was niks kapot, dus ik kon nog lopen, maar eigenlijk was dat niet te doen. Dus dat was natuurlijk heel jammer dat je het Olympische Spelen op die manier moet lopen. Ik heb dan nog altijd 13:24 gelopen, dus dat is echt genoeg. Hè. Mijn schouder die niet bewoog, ik heb er daarna nog maanden last van gehad. Dus dat was prestatie geweest, jammer, maar de beleving, ik weet wel dat ik na die halve finale heel bewust even op de piste ben gebleven en rond heb gekeken en echt wel tegen mijn eigen heb gezegd van oké, de prestatie was niet wat ik wou, maar probeer dat nu echt wel tot u te nemen en te beseffen van je staat hier wel, dit zijn de Olympische Spelen, hoger en beter dan dat wordt het niet. En ik heb daar dus wel een heel levendige herinnering aan alles daar rond. Ook dat is, ja, als topsporter wordt bijna altijd, het gaat erom, hè, om prestaties, maar het gaat evengoed om uw beleving, om de weg ernaartoe, de manier waarop. En die momenten, zelfs al zijn op dat moment niet super content, dat blijven speciale momenten. Want hoe dat je draait of keert, het is weinig gegeven om daar te staan. Ik besef nu nog meer, nu dat ik er niet meer ga staan, van wat een privilege dat is, wat een kans het is om dat te doen. En ik heb dat wel heel bewust tot mij genomen en daardoor is dat wel een heel, heel sterke herinnering inderdaad, ja. Ah ja, nee, hier ben ik. Ah ja, het is terug met Pearson en Lola Jones. This is all about Sally Pearson, going well away from the rest of the field. A brilliant run once again by Pearson. Dat is dus de reeks waar ik met die schouder, maar als ik dat nu terug zie in een van mijn herinneringen van Londen, is hoe luid dat publiek toen was. Dus wij hadden sowieso al voor, het Olympisch dorp was niet zo ver van het stadion. En ik herinner mij nog dat wij de eerste twee dagen, denk ik, was al Jessica Ennis met de Meerkamp. En wij hoorden gewoon het publiek tot in het Olympisch dorp. En wij zaten er allemaal van, wauw jong, wat gaat dat zijn? En ik herinner mij dat in die wedstrijd, want je hoort ook echt het publiek op dat filmpje ook, dat ik liep en dat je zo precies jezelf niet meer voelt. Als je loopt, omdat het zo luid is rond je, dat je normaal gezien heb je zo die sensaties, hoorde je tegenstanders of je ademhaling. Je hoort altijd wel iets van wat je aan het doen bent. Maar daar was dat, ik heb dat nooit, ik heb dat alleen in Londen meegemaakt, maar dat publiek, dat was daar echt, dat was niet te doen. Dus daarom ook, ik kon natuurlijk niet op mijn best lopen, wat jammer was. Maar dat was ongelooflijk, echt ongelooflijk. Als je dat ooit kunt meemaken als sporter, dat is, ja. Ik heb altijd gewoon onderwijs gedaan, dus ik heb geen topsportschool gedaan. Heel bewust eigenlijk, omdat ik echt wel zoiets had van, ik kan dat op die manier, op die leeftijd. Ja, ik trainde toen heel veel, maar ik was ook super gedisciplineerd. Dus ik ging van het middelbaar, van school, onmiddellijk naar huis, rap iets eten, naar de atletiekpiste, gewoon elke avond. Ik trainde toen 5-6 keer per week, denk ik, gewoon na school. Dan na nog toetsen, van alles en nog wat. Dat is heel lang geleden, maar zo echt nog, ja, dat ging. Ik had gewoon die discipline en die wilskracht toen al om gewoon te zeggen van dat gaat wel. En voor mij was sport toen al zo belangrijk dat ik dat gewoon al goed wou doen, maar wel ook nog altijd gewoon onderwijs wou doen, omdat ik ook wel ambities had om inderdaad ook verder te studeren en een diploma te halen. En dan heb ik inderdaad ook universitaire studies gedaan als klinisch psycholoog hier in Gent. Dat is gelukkig ook hier niet ver van. De Dunanlaan was mijn faculteit van de psychologie, dus dat was allemaal kortbij. Maar ik heb die studies wel gespreid, omdat ik wel wist van oké, voltijds universiteit met dan heel vroeg toch al op jonge leeftijd op een heel hoog niveau presteren. Dat was absoluut niet mogelijk, maar door het te spreiden is dat altijd perfect gedaan. Maar ik ging heel weinig naar de les. Ik deed eigenlijk alleen maar practica. Of de lessen die echt belangrijk waren, waar ik voelde van dat is een meerwaarde om daar te zitten. Al de rest was zelfstudie.
En ook de examens deed ik heel vaak. Ik deed soms al examens in november bijvoorbeeld. Dus ik spreidde echt mijn examens ook over het jaar heen. Ik deed vroeger examens, later examens. Ik gebruikte ook de tweede zit altijd als eerste zit eigenlijk. Dus ik heb elk examen ook maar één keer gedaan. Ik wist ook van, ik heb geen ruimte in mijn studieplanning om een tweede zit te doen. Want ik ga in de tweede zit nog gewoon examens ook nog afleggen. Dus na 2009 tot 2012 heb ik wel best weinig gestudeerd hoor. Dus dan heb ik vrij weinig studiepunten opgenomen. Omdat ik toen ook voelde van oké, dit is echt wel mijn prime time van mijn carrière. En dan werd het studeren een beetje ondergeschikt. Maar ik vond het wel belangrijk om altijd voor te doen. En dan in de jaren dat ik bijvoorbeeld geblesseerd was, dan heb ik weer heel veel gestudeerd. Dus ik heb ook altijd wel de momenten gekozen van oké, nu meer, nu minder. Eigenlijk afgaande op mijn carrière. En dat zo goed mogelijk proberen afstemmen. En dat is altijd gelukt en ik was ook altijd blij om verplicht te zijn om het atletiek gegeven ook los te laten, om verplicht te zijn om te studeren, om verplicht te zijn om toch af en toe een keer naar de les te gaan en om daar ook mensen te leren kennen en zo om het allemaal wat open te houden. Want als atleet heb je sowieso de neiging, zeker iemand als ik die zo gedisciplineerd is en zo gefocust is, heb je echt de neiging om daar helemaal in te kruipen en zeker op momenten dat lastig is of dat je moe loopt of dat ook soms wat minder draait, dan kun je daar echt wel helemaal in verliezen. En ik was altijd verplicht om, oké, training was niet goed, maar ik moest een half uur later wel terug studeren. En eigenlijk is dat wel heel, heel goed, denk ik. Pearson away like a jet. Oh, streaming away from the rest of the field. Pearson winning it. Sally Pearson, hè? Vijfde natuurlijk goed, hè? Maar ik weet wel dat als ik me niet vergis, had ik toen in de reeksen ook 7,95 gelopen of zo. Of alles is heel goed. En zo hetzelfde, ergens beseffen van hier kan iets. En net daardoor het wel wat verliezen. Zo. En dat is natuurlijk heel boeiend, hoort dat bij veel sporters, maar ik was heel blij met die vijfde plaats, maar ik denk dat ik daar wel dichter bij het podium had kunnen eindigen als ik had gelopen, hoe mijn vorm was op dat moment. Maar het is zo'n moeilijk nummer ook om onder druk. Het is niet voor niets dat ook bij mij je beste koersen zijn vaak als je wint, omdat je dan die ontspanning, je loopt op kop en je kunt die ontspanning houden. Maar 7,95 lopen naast Sally Pearson is moeilijker. En eigenlijk is dat totaal onbelangrijk. Dat doet er niet toe wie dat ernaast u loopt. Maar dat is gewoon, het is een heel ander gevoel. Om in ritme te blijven en die ontspanning te houden. Dus onder druk, dezelfde prestaties, is niet evident. En is op een nummer als 60 geworden, waar het altijd, ja, hoe dat draait of keert in elke finale, waren er altijd 5 of 6, soms 8 medaillekandidaten. Ja, dan is het ook wel gewoon wie dat op dat moment het hoofd koel houdt en de vorm heeft. Of zo goed is als Sally Pearson. Want ik kon natuurlijk ook geen 7,92 lopen. Dus een mooi kampioenschap terug. Ook heel dat seizoen trouwens. Hè. Echt, denk ik, heel, heel veel onder de 8 seconden gelopen. Heel veel top 3 gehaald op alle topmeetings. Dus een van mijn beste jaren, denk ik, ja. Een van de zaken waar ik het meest trots op ben op mijn carrière is terugkomen na 2 blessures waarvan iedereen dacht na de eerste al van dat het sowieso einde carrière was. Hè. Een kruisbandblessure. In atletiek zie je het niet zo vaak, maar je ziet ook heel weinig atleten daarvan terugkeren. Ik ken er een aantal, maar die zijn nooit teruggeraakt. Ik doe het dan 2 keer na elkaar en dan toch en niet alleen terugkomen, maar ook nog op het allerhoogste niveau terugkomen. Maar voor mij, het is een deel weerbaarheid van flexibel zijn en van omgaan met tegenslagen, maar voor mij zit het ook in een heel diepe motivatie die ik altijd gehad heb. Een soort noodzakelijkheid bijna. Van voor mij was dat geen vraag. Dus ik had mijn blessure en 2 dagen later zat ik thuis na de operatie en zat ik al papier plannen uit te schrijven en na te denken van hoe kan ik dat hier aanpakken. Dus dat was voor mij eigenlijk helemaal geen vraag. Dat was een soort drang om het te doen en gedrevenheid. Dus het is niet alleen weerbaar, maar het is ook weer die gedrevenheid en die passie voor wat ik deed. En die uitdaging, ik maakte daar gewoon onmiddellijk een uitdaging van. Van oké, dit is gebeurd. Mensen denken dat niet kan, ik ga dat toch proberen. En ik vond dat altijd leuk om te doen eigenlijk. De dingen zien nog lang voor ze er zijn, mis ik soms wel. Van potentieel zien, het is gemakkelijk om potentieel te zien van Afitiam die Olympisch kampioen wordt. Hè. Maar potentieel zien en mogelijkheden zien in Afitiam die 18 jaar is,
is ook zeer belangrijk om daarmee aan de slag te gaan, om dat te stimuleren. En ja, ik vond dat zelf soms lastig dat je effectief inderdaad door heel veel mensen wel wat opgegeven wordt, die het niet meer zien, terwijl je zoiets hebt van zelf ziet je het wel, voelt je het wel, gelooft je het ook. En daar start uiteindelijk alles bij. En hoe meer mensen die dat in je omgeving ook zien en mee stimuleren, hoe gemakkelijker dat wordt om daar natuurlijk door te komen. En dat is soms wel... ja, we hebben dat soms te weinig, vind ik. Het durven uitgaan van het best case scenario geeft ook een energie en geeft ook een positiviteit. En ik ben zo ingesteld. Mijn persoonlijkheid is zo van ik maak van alles een uitdaging en ik zie altijd het positieve ervan in. En dat geeft me heel veel kracht en energie. Dus ik probeer dat alleen maar mee te geven aan andere mensen ook. Aline Bedding is another finalist for previous championships. Her case in 2014. Oldest in the field, 32. Well, away they go. An excellent start by Bedding, the Belgian. He's certainly well up on Herman and going well on the inside Herska. But now look at Herman come through the field. And also the young Frenchwoman. And it is indeed Herman and Ndama who get the two automatic qualifying spots. En dan net geen finale. Ja, dat is nog altijd wel een zure, omdat ik toen echt wel... Ja, ik zei het zo'n seizoen. Ik was toen ook echt wel in de vorm van mijn leven. Wat een heel goed toegewerkt naar het kampioenschap. Ik voelde eigenlijk al in de opwarming van... het gaat me echt niet af. Maar ergens toch zoiets van, kom aan, het is NK. Zo'n seizoen moet je gewoon volledig ja, alles geven. Dus je ziet ook het eerste stuk... Dat ik loop zoals in het hele seizoen, dat ik eigenlijk heel goed weg ben, maar ik voelde na 50, 60 meter voel ik mij gewoon helemaal leeglopen. En dan had ik nog denk ik 12, 96 of 95, dus ja, dat is natuurlijk geen slechte tijd. Hè. Dus ik heb ook nog altijd zoiets van ja, ik heb daar eigenlijk niet heel slecht gelopen, in tegendeel. Ik weet dat er iemand in de finale zat met 96 ook, omdat hij dan met rechtstreekse tijden door, dus dat was er zo juist. Ja, waar met 4, 5, 6 vrouwen die zo daar rond zaten, waarvan inderdaad 2 erin zaten en 2 er niet in zaten. Wat dan nog dubbel zuur maakte, is dat in de finale zelf, dat er denk ik 3 of 4 niet toekwamen. Dus dat dat echt een finale was waar dat nogmaals bleek dat het vaak moeilijker is om erin te geraken dan om dan uiteindelijk het goed te doen in die finale. Maar heel jammer, hè. Het is, ik zei het, ik heb niet het gevoel dat ik het daar echt laten liggen heb, omdat mijn tijd in de lijn was van mijn seizoen. Uiteindelijk was dat mijn constante tijd. Maar ik weet wel dat ik het niet liep, dat ik me echt niet goed voelde en dat ik me echt... ik heb zo elk seizoen een off-day en dat was zo de dag van het EK. En dan denk je wel van, verdomme, ja, jammer. Maar tegelijk heb ik daar ook vrede mee, omdat het seizoen zo leuk was, zo fantastisch was, dat ik dat eigenlijk redelijk rap kon relativeren. En ik wist ook wel, ik had daar wel in de buurt van de medailles kunnen lopen, maar ik weet ook hoe moeilijk dat is. En dat ik zo altijd, ja, ik was niet de super, om echt voor het goud te lopen. We moesten toch 12-6 lopen, 12-5 lopen, dat kon ik op dat moment niet. Daar ben ik heel eerlijk in. Dus ja, je bent altijd wat in de mix van de net niet, hè. De net niet, de net wel. Ik ben daar heel realistisch in mijn carrière en dat is altijd geweest rond de finale, tussen de top 5 en de top 12 was zo wat mijn niveau. En op de hele goede dagen kon ik in de buurt van het podium komen en op de mindere dagen ja, lag ik eruit in de halve finale. Dus dat is een beetje... Dat was mijn niveau en ik denk dat ik daar heel veel er wel heb uitgehaald en heel veel meegestreden heb, maar dat was heel jammer. De kers op de taart was er niet, ja. Maar het was wel een goede taart. Zonder Gilbert Van Amme was er denk ik geen Eline Berings. Toch niet op dit niveau. Hij is de man die mij de liefde voor de horden heeft laten ontdekken en die mij ook heeft laten, ja, die heeft mij laten geloven dat ik de beste kon zijn, de beste in de wereld kon zijn. Dus ook daarin, ja, ook dat weer, hè, heel belangrijke persoon in mijn carrière geweest en eeuwige dank daarvoor ook. Ik ben altijd op zoek geweest naar een soort kader waarin alles klopt en inderdaad een coach waar je goed bij voelt, maar ook trainen op locatie die optimaal is, trainen in een trainingsgroep die optimaal is.
En ja, in België hebben we niet zoiets als een centrale plaats, een centrale locatie waar de beste coaches rondlopen en de beste atleten die dan samen trainen. En ik heb dat altijd jammer gevonden. Ik ben eigenlijk altijd op zoek geweest naar dat, maar dat was er niet. Dus ik ben altijd gaan zoeken van waar kan ik mijn eigen situatie optimaliseren. Ja, en soms veranderen de situaties. Om een voorbeeld te geven, bijvoorbeeld mijn periode met Lieve van Mechelen, heb ik zeker indoor heb ik eigenlijk ja, jaren aan een stuk echt top, top van Europa, top van de wereld gelopen. Eigenlijk de periode van 2011 tot en met mijn kruisbandblessures 2015 was ik gewoon top in de wereld. Hè. Draaide ik heel het indoorseizoen mee op het allerhoogste niveau. Maar dan komen die blessures. En het probleem was dat ik bij Lieve alleen train. Ik had daar geen trainingspartners meer. Ik moest ook van Gent heel veel naar Herentals rijden. Ik woonde toen nog in de periode van Lieve in Antwerpen, maar ik was terug naar Gent komen wonen. En dan voelde ik van na die blessure had ik een team nodig, had ik trainingspartners nodig, omdat ik voelde van ik ga alleen, ga ik dat nooit kunnen. Omdat het zo hard is om die trainingen te doen in het begin. Ja, je kunt niks meer. Hè. Je moet terug leren lopen, je moet alles terug opbouwen. En ik had daar compagnie voor nodig en ik had mensen nodig waaraan ik mijn wagon kon vasthangen en proberen volgen. Want ik kon niet meer sprinten, ik was niet meer snel, ik had geen kracht meer. Dus ja, dan, op dat moment ben ik dan op zoek gegaan naar een andere trainer. En dat was dan Philippe Gilson, omdat het dan allemaal hier was in de topsporthal, dicht bij mij thuis. Een coach waar ik mij ook goed bij voelde, uiteraard. Maar ook een trainingsgroep. Hè. Ik had dan Axel Douwens. Manon de Puit, allemaal mensen die, waar ik één goed mee overeenkwam. Dus ook je trainingsgroep is wel belangrijk. En twee, waarvan ik wist van op die manier heb ik een kans om terug op het hoogste niveau te geraken. Anders was mij dat nooit gelukt. Dus ja, dus het gaat ook over een periode van 20 jaar. De situaties veranderen soms. En vooral door het gebrek aan een centrale locatie was het voor mij echt zoeken naar optimaliseren van mijn omkadering. Het plan was om ook heel veel samen met Alina Talai, de Wit-Russische tophordenloopster, te trainen. En inderdaad zelf het programma te doen. Dat is eigenlijk wat gegroeid in 2018, mijn beste jaar. Omdat ik toen eigenlijk al vrij veel zelf mee in handen had qua training. Met Philippe Gilson was ik eigenlijk al echt wel, zeker qua horden. Het is absoluut zijn verdienste dat ik zo rap gelopen heb, voor alle duidelijkheid, die periode. Maar ik was wel zeer veel zelf mee aan nadenken en over, zeker de hordetrainingen aan het bekijken van oké, okay, wat moeten we doen, wat moeten we niet doen, hoe kunnen we opwarming zelf uitschrijven en zo. En ja, ik had op een bepaald moment gewoon het gevoel van ik heb nu 20 jaar topsport gedaan, ik heb met verschillende coaches gewerkt. Ik wil daar ergens op een of andere manier, ik ben tot op vandaag heel erg geïnteresseerd ook in het coachen op zich, dus ik was zelf heel veel boeken aan het lezen, opzoeken. Dus ik wou voor mezelf opnieuw een uitdaging zoeken van hoe kan ik nu die 20 jaar topsport bundelen en daar echt goed nadenken wat heb ik er nu allemaal uitgehaald. Naar mijn gevoel wat werkte, wat werd er maar minder. En daar proberen mee aan de slag te gaan. Maar vooral natuurlijk ook met de bedoeling om mijn absolute tophordenloopster te trainen, omdat dat wel iets is dat ik in mijn carrière heel veel gemerkt heb. Dat ik eigenlijk het meeste leerde door met toppers te trainen. Ik heb op een bepaald moment bijvoorbeeld met de topsprintster ook Yvette Lalova in Tenerife een keer heel veel meegetraind. Daardoor ging mijn snelheid enorm omhoog. Ik heb met periodes in Zuid-Afrika heel veel met Nederlandse en Britse atleten meegestart. En dat waren altijd mijn beste seizoenen als ik die input en die triggers kreeg van absolute wereldtoppers. Wat is voor mij, wat kan mij beter maken, die 2-3%. En daardoor moest ik af en toe een keer van spoor verleggen. Ik loop hier al rond van als die hal hier staat. En ik herinner mij de eerste keer dat we hier binnenkwamen. Ik trainde toen ook bij Gilbert van Amme. Maar ik herinner mij dus dat wij hier binnen wandelden en dat we hier wat verloren. Dat we de piste ook niet vonden. We liepen verloren in die gangen. En ik was toen nog heel jong, dus dat leek ook allemaal gigantisch groot. Tot daarvoor liep ik af en toe in Flanders Expo nog op die opgebouwde piste. Dus we kwamen hier binnen en dat was magie. En ik heb hier zoveel ongelooflijke momenten beleefd. Ik heb hier ook zoveel, ja, goed gelopen, maar ook altijd met familie in de tribune, met vrienden in de tribune. Dus dat is hier wel zo wat, zonder arrogant te willen zijn, maar ik voel het wel een beetje als mijn arena ook wel. Als ik hier binnenkom, heb ik echt het gevoel van dit. Niet alleen van mij, maar het is wel ook mijn arena, absoluut. Ja. Dat
was een thuismatch. Hè. Dus dat was echt zo, ik trainde hier altijd. Ik wist ook heel veel mensen, ik had altijd heel veel mensen in het publiek, ook vrienden, familie. Dus dat was ook voor mij super belangrijk. En ik wist altijd als ik naar hier reed, van dus vandaag is mijn wedstrijd. En ik ben wel iemand die daar heel erg, die daar heel erg wel op energie uithaalde. Ik was graag bij de favorieten. Ik ben een winnaar, hè. Ik win graag. Ik was graag bij de favorieten en ik had ook altijd het gevoel van hier kon ik dat ook doen. Hier kon ik echt zo dat ultieme publiek, het publiek opvragen. Voor mij zijn dat, ik heb elk jaar bijna hè, hier echt het gevoel gehad van ja, ik deed inderdaad het dak eraf vliegen, hè, de boel doen ontploffen. En voor mij was dat, ik ben er heel dankbaar ook voor dat ik dat hier altijd kon doen. Dat het publiek daar ook altijd in meeging en dat ik het natuurlijk ook vaak wel ook deed hè, op die momenten. Maar dat is ja, voor mij, we hadden altijd gesproken over de kampioenschappen, maar ik heb heel veel mooie momenten ook gewoon hier in Gent beleefd en daar ben ik ook zeer blij om. Ja. Ik heb zelf gewoon het gevoel dat heel veel van mijn carrière hier gebeurd is, dat heel veel van de basis ligt hier ook. Mijn zweet plakt hier aan de piste ook, van alle uren trainingen, dat is hier ook gebeurd. Hè, dat is hier ook, dus voor mij, ja, daarom dat ik hier ook nog graag kom, omdat ja, een groot deel van mijn carrière is gewoon verbonden met die topsporthal hier. En de mooiste momenten zijn inderdaad ook hier internationaal, maar ook gewoon achter de hoek. En dat is eigenlijk heel fijn ook, ja. Dit is 2019, ik was toen tweede na Nadine Visser, zie ik. Dus ik heb natuurlijk beter gelopen dan die dag, maar ja, effectief voor mij waren dat altijd de grote afspraken. En ik heb daar heel veel, eigenlijk veel van de foto's en de video's die ik toch heb, want ik heb er niet veel, maar de meeste zijn van hier, omdat dat toch de grote ontlading geweest zijn. Zeker een paar keer onder de 8 seconden ook hier gelopen. En als je dan over de meet komt en heel het publiek, ja, juicht voor u, dat zijn natuurlijk als sporter zijn dat de grootste momenten die je hebt. Hè. Dus, de ultieme overwinningen zijn als je echt voelt dat ook door het publiek gedragen wordt. En ik ben wel iemand die dat ook heel leuk vond en die daar heel veel energie uit haalde. En dat is ook waardoor dat ik de laatste 2 jaar minder leuk vond en geen energie meer haalde uit mijn wedstrijden. Omdat voor mij, dat was het. Dus ik wou de grootste wedstrijden in de wereld lopen. De Diamond Leagues en Indoor ook, al die grote wedstrijden. In Karlsruhe en Düsseldorf en Berlijn, dat was voor mij, dat was mijn habitat. Hè. Er zijn atleten die daar stress van krijgen, maar voor mij was dat comfortzone. Dat was gewoon, dat voelde ik me helemaal in mijn element. Ik was dan super gelukkig, ik deed dat graag. Hoe meer lawaai, hoe meer muziek, hoe meer grote atleten naast mij, hoe beter dat ik mij voelde en hoe leuker dat ik het vond. Dus dat is een beetje de rode draad door mijn carrière, denk ik. Dat voor mij, waar ik het meest van genoten heb, zijn al dat soort wedstrijden en die momenten. Ik denk ook dat eigenlijk wat onderschat geweest is al die jaren. Ik vermoed dat we misschien de komende jaren dat er nog gaan gedacht worden van god, die Berings en die Zagaré, dat was eigenlijk wel niet alleen op basisniveau. We hebben heel veel inderdaad wel eens kampioenschap tegen elkaar, maar zoals je zegt, Europees, wereldniveau. Onze carrières liepen soms een beetje afwisselend wel. Als het ene goed jaar had, dat ander soms wat minder goed jaar, maar we hebben heel veel fantastische duels gehad, maar altijd met een enorm wederzijds respect. We hebben elkaar ook heel vaak geholpen, we hebben soms samen getraind, we hebben elkaar heel vaak aangemoedigd, ook als iemand geblesseerd was. Ja, wij hadden een enorme respect. We zijn geen vriendinnen. Het is niet dat wij in het privéleven heel met elkaar bellen of berichten sturen, maar wij zijn echt oprechte, warme collega's met heel veel respect. Ik herinner mij ook nog als zijdbaarse kort de 1271 liep in Heusden. Ik stond daar op krukken met mijn kruisbandblessure, maar ik kwam wel kijken. En ik sprong ook in de lucht. Dus ik zag aan die tijd lopen. Het is niet dat ik dacht van verdorie. Hè, ik was oprecht onder de indruk en ik was oprecht blij voor haar. Net zoals zij ook altijd als ik goed liep oprecht blij was. En zij heeft ook bij mijn afscheid een heel mooie brief geschreven op Instagram naar mij dan. Dat ik eigenlijk voor haar ook wel een inspiratie altijd geweest ben. En dat heeft mij wel enorm gepakt. Omdat voor mij topsport gaat ook om andere mensen inspireren. En een soort impact
nalaten. En ik ben heel blij dat ik dat op een of andere manier wel heb kunnen doen. Dus ik vind... we hebben elkaar echt versterkt, aangezet, met alle respect. En ik denk dat dat een mooi voorbeeld is dat topsport ook op die manier kan zijn en moet zijn eigenlijk. Ja. Nadine Hildebrand, she was seventh in the world indoors this year, where Porter took bronze. Anna Zagre, two Belgians in this final. Zagre is the Belgian record holder. Cleanly away, a good start from Cindy Beale, but Porter quickly keeping Beale at bay. Tiffany Porter for the line up for the gold medal, just ahead of Cindy Beale. Ik heb meer naar Anza Greking. Ik herinner mij de opwarming, ik herinner mij de flow. En ook hier was ik echt... En dat is jammer dat dat wel een beetje de rode draad is door mijn carrière. Terwijl ik super veel goede prestaties heb, maar toch heel veel het gevoel gehad heb. Achteraf zeker, maar toen ook. Want er zat veel meer in. Want ik weet ook toen in Zurich dat ik eigenlijk in super vorm was. En in de halve finale toch ook weer onder de 13, denk 12.90 gelopen had. Maar ik zat toen opnieuw ook heel erg onder druk van externe factoren. Want ik had op dat moment een profcontract van Sport Vlaanderen waarin stond finale Europees kampioenschap Zurich niet delibereerbaar. Dus ik moest dat jaar in de finale zitten of ik zou per definitie geen contractverlenging krijgen. Ik had dat jaar ook een huis gekocht. Ik zat mijn afbetaling. Ja, je wordt ouder. Hè. Een mens blijft geen eeuwige student waar dat je financieel bij mama en papa nog terecht kan. Dus ik was volledig, ja, ik was daar wel afhankelijk van. Of naar mijn gevoel afhankelijk van. Dus ik raak in die finale. En ik heb daardoor toch een soort decompressie van, oh, oef. Terwijl achteraf gezien ben ik daar zo kwaad op. Ook op mezelf, hè, voor alle duidelijkheid. Van, dat je toelaat door een externe druk, een externe verwachtingen, dat je toelaat om iemand eigenlijk of anderen mee te laten bepalen wat dat voor uw moment, op dat moment belangrijk is. Terwijl als ik daar helemaal niet had over nagedacht op dat moment, zou ik een veel beter finale gelopen hebben. Zou ik daar een medaille gewonnen hebben, dat had je nooit weten. Hè. Daarvoor moesten natuurlijk rap lopen, je ziet aan Zagre ook net niet. Maar was mijn vorm veel beter dan wat ik in de finale gelopen heb? Absoluut. En je ziet ook, als ik mijn eigen zie, ik was ook super, super getraind. Ik zag er goed uit. Ik was fysiek 100%. Maar dat je als sporter ook moet leren om daar volledig los van te zijn. En dat is wel iets dat ik op het einde van mijn carrière veel meer geleerd heb. Is om dat te laten voor wat dat is. Omdat een externe druk, een extern doel is nooit een goede motivatie. Is eigenlijk gevaarlijk voor de motivatie en voor de energie. Dus ook in Zurich, dubbel gevoel. Zowel blij dat ik in het finale liep, maar ik heb geen goede finale gelopen. Dus jammer ook wel. Maar opnieuw, heel verhaal, hele belevenis. Twee Belgen in de finale. Anne Zagre, denk ik, zal ook nog altijd het gevoel hebben van ze had daar wel een medaille kunnen winnen. Maar ja, het is horden, hè. Het is sprint, het is topsport, het is één moment. Het is geen vijf keer op een jaar. Het is altijd één dag of twee dagen als je in de rook doet en that's it. Ik denk vooral de balans vinden tussen hard trainen en hard rusten. Ik was altijd wel een werkpaard. Hè. Ik ben iemand die heel graag hard werkt, maar ik heb wel moeten leren om dat wat te temporiseren en vooral een deel relaxatie ook in alles te brengen. Wat voor alle duidelijkheid niet wil zeggen dat je in één keer lui moet worden of niet meer hard moet trainen, maar wel zo wat daarmee spelen. En wat ik naar mijn gevoel wel te weinig gedaan heb en dat ik op het einde van mijn carrière veel meer in geïnvesteerd heb, is wel het technische aspect. Hè. Voor mij, ik was indoor zeer goed en ik was dan in verhouding in de zomer vaak toch wel iets minder. Hè. Op de 100 horden heeft het eigenlijk veel langer geduurd tegen dat ik dan ook die 12.72 gelopen heb. En daar werd mij heel veel gezegd van, je moet harder trainen, je moet meer 150's lopen, meer verzuring, meer afzien op training, wat ik uiteraard deed ook. Maar het had eigenlijk veel meer te maken met techniek en met energie in die race steken, maar heel veel met techniek in plaats van alleen maar harder trainen en meer trainen. En die balans heb ik te laat, naar mijn gevoel, te laat begrepen en te laat gebruikt ook wel, waardoor dat ik op mijn 32e na twee kruisbanden er nog in slag ben om 12.72 te lopen.
voor mij wil dat zeggen dat ik daar, absoluut niet mijn, mijn potentieel bereikt heb. Als je dat op die leeftijd na zo'n blessures nog kunt, dan had ik op mijn beste jaren ook wel 12,5 of 12,6 kunnen lopen. Maar goed, dat is, daar ga je naar op zoek. Ik weet wel, ik heb alles aan gedaan om dat te proberen. Ik heb er altijd alles aan gedaan om op zoek te gaan naar hoe kan ik beter worden. Dus, dat is de topsport, hè. Je gaat op zoek en soms lukt het en soms lukt het niet. Maar ik denk wel, het technische deel wordt soms nog wat onderschat. Als je dan ook heel zwaar traint, ben je zo vermoeid dat het ook moeilijk is om heel veel techniektraining te doen. Dus dat is echt een balans die je moet vinden. En ik toch wel meegeef aan jongere atleten en coaches ook van neem de tijd om het eerst de beweging goed te doen en dan veel en dan hard en niet omgekeerd. Dus dat is een van de grootste lessen, denk ik. Een aankomende wedstrijd, want je voelde wel dat seizoen, want dat wel wat in de lucht ging. Hè. Ik was eigenlijk heel constant rond die 12,9, 12,95 heel veel aan het lopen. En dan weten dat er vroeg of laat wel een keer zo'n koers uitkomt. Maar ja, een van de momenten in mijn carrière, omdat dat zo, er vielen zoveel dingen samen ook. Terugkomen na zo'n periode, op die manier een seizoen lopen, Diamond Leagues lopen. Alles wat ik van gedroomd had, kon ik dat seizoen. Ik liep in Monaco, ik liep met de beste in de wereld in Oslo. Ja, en dan die 12,72 in Luik. En dan weten dat er een EK aankomt. Dus ik voelde wel van, wauw, dat is zo'n seizoen dat je wilt, dat nooit stopt. Hè. Dus, ik heb ook altijd het gevoel dat ik in het buitenland soms meer erkenning kreeg van topcoaches en andere atleten. Ik kreeg hier genoeg erkenning, hè, maar zo het besef van oké, er liggen misschien geen 5 of 6 medailles in mijn kast. Jammer, en er hadden er wel meer kunnen liggen, denk ik. Maar ik heb wel al die jaren, al die seizoenen meegedraaid op het hoogste niveau. En mensen zien u dan in dat circuit, coaches zien u, atleten zien u, Olympische kampioenen zien u. Je voelt wel dat er enorme waardering zit in mensen die zo lang carrière hebben en dat atleten, topsporters onderling dat wel van elkaar heel goed weten van amai. Ik weet bijvoorbeeld heel goed van Anza Gray van wat die allemaal bij elkaar gelopen heeft, is echt wel indrukwekkend. Gewoon het internationaal leven, het reizen en gewoon die wedstrijden een deel uitmaken van internationaal circuit. Want uiteindelijk heb ik van mijn 19, 20 jaar tot en met mijn 35ste internationaal gelopen. Hè, wat toch ook wel weinig gegeven is, denk ik. Dus heel de wereld rond, heel Europa rond vooral uiteraard. Maar zo het deel zijn van dat niveau, in de lift staan met Usain Bolt en gesprekken aangaan met Daphne Schippers. En ook al was ik daar misschien net iets minder, maar je zei wel op hetzelfde niveau wedstrijden aan het doen. Je zit aan tafel met Olympische kampioenen, met de grote helden van die sport. En je bent daar gewoon deel van. Hè. Je maakt daar deel van uit. En dat is wel iets wat ik enorm van genoten heb. En dat ga ik wel missen, absoluut. Omdat dat is iets heel uniek, hè, om daar te geraken. En ik heb dat dan heel lang kunnen doen. Dus daar ben ik trots op en dat ga ik ook wel missen, denk ik. Ja.